Een bizar ongeval op de Leursebaan in Breda heeft in de nacht van maandag op dinsdag een automobilist het leven gekost. De man raakte in de bocht van de A58 naar de A16 richting Rotterdam de macht over het stuur kwijt. Hij reed de berm in en kwam in de tunnel van de Leursebaan onder de Rijksweg op het dak van een auto terecht. Het is rond 1:15 gebeurd. De bestuurder van de auto is van de weg geraakt op de bocht A58, A16 in de richting van Rotterdam. Daarbij is hij door de berm gereden, door het talud en vervolgens tegen een betonnen gedeelte van de tunnelbak aangereden. Als het ware daardoor heeft hij zichzelf gelanceerd met de auto. En is op de Leursebaan terechtgekomen, als het ware uit de lucht komen vallen. Daarna is de auto in brand gevlogen? Dat klopt. Er was ook nog twee dames die op weg waren naar Teleur naar een avondje kaarten. Die zijn die reden over de Leurse baan. Die kwamen ook nog in aanraking met de auto. Dat was op zich, bleef dat zonder al te grote schade en verwondingen. Vermoedelijk is de slachtoffer ook op slag dood geweest, maar de auto is vervolgens uitgebrand, dat klopt. Een heel traumatische ervaring voor de dames, want die hebben nog geprobeerd die man te bevrijden uit de brandende auto. Klopt, de man zat bekneld. In eerste instantie waren er ook wat kleinere vlammen, maar ze waren niet in staat en bij machten, ook met hulp van omstanders, om de brand te blussen. En op enig moment hebben ze afstand moeten nemen, omdat ze zelf mogelijk gevaar zouden lopen. Dus dat is behoorlijk traumatisch geweest, dat klopt. Rijkswaterstaat gaat nou onderzoeken of die bocht wel goed genoeg beveiligd is. Er is eerder al een auto op het HSL-spoor terechtgekomen. Begrijpt de politie dat? Nou kijk, het is altijd zinvol om zulke zaken te onderzoeken. Want het gaat om verkeersveiligheid. En als we daar met z'n allen iets aan kunnen doen, is dat prima. Het is altijd de vraag of je dat voldoende kunt beveiligen. Maar laat Rijkswaterstaat het vooral onderzoeken. En als het nodig is maatregelen treffen, daar hebben we allemaal baat bij.